een afgang voor de Graafschap in Os. Een 3-2 nederlaag. De Graafschap begon goed, maar zakte enorm weg en door de ondergrens heen. Ik denk dat dit de minste wedstrijd is die we goed gespeeld hebben. Ja, net voor rust zakten we weg. En ja, natuurlijk de laatste in drie minuten geven we gewoon de hele eerste helft geven weg. De Doetinchemmers staan nu op een beschamende 16e plaats in de eerste divisie met 5 punten uit 5 wedstrijden. Ja, dat is zeker de Graafschap onwaardig. En het, ja, wat je aangaf, het is ook heel zuur om hier te verliezen. En toch denk ik dat we ja, een goede weg in hebben gezet. Het voetbal is al veel beter, de inzet is veel beter dan het afgelopen jaar. Ja, we doen onszelf vaak tekort. Ook de voorgaande wedstrijden doen we onszelf tekort en dan wordt het moeilijk. Ja. Nee, ik heb liever dat het zo is dan dat ik het andersom moet hebben. Dat ik misschien vijfde staat en we spelen voetbal waar we ook niet verder mee kunnen. Dit geeft veel meer perspectief. Voor één Achterhoeker was het wel een leuke middag. Jochem Jansen, oud de Graafschap, scoorde voor FC Os. Maar de andere Achterhoekers waren bepaald niet blij. Ze beginnen goed. Beide helften beginnen we goed. Alleen ja, we geven het te makkelijk weg. En dat kost ons de kop.